Ik heb altijd gezegd, als ik zou gaan emigreren, dan ga ik naar Oostenrijk en daar blijf ik bij. Hey! Tot zo! Gezellig! Het is min 12 en ik zit hier snel te prepareren voor alles zit ik het morgen. Ik vind het heel vroeg. Maar hoe laat is het? Kwart over 9. Nee, het is 9:50. Bijna 10. Voelt als kwart over 9, Jezus. Ik zie je zo tegenop. Oh. Och, Jezus. Nou, dat gaat. Oeh. Super! Hebben jullie zin in een shotje? Ja, hallo, Gerrit Joling hier. En wat ontzettend leuk dat jullie weer naar mijn nieuwe vlog kijken. Nou, ik ben van de week even een paar dagen geweest skiën. En ik moet je zeggen, het was ontzettend leuk. Ook mijn lieve vriend en collega Jan Smit was er ook. Daar hebben we het ook ontzettend leuk mee gehad. En we hebben zelfs nog in de Chin Chin een paar liedjes gezongen samen. Dat was superleuk. De sfeer was fantastisch. En het was dan natuurlijk zoals altijd weer een knalfeest. Ja, daarbij heb ik natuurlijk nog een paar keer geskied lekker. We hebben de verjaardag gevierd van Wino, wat supergezellig was. En ik ben samen met Bertje gaan paragliding. Zeg ik dat goed? Paragliding. Ja, dat is met zo'n parachute naar beneden. En dan loop je van de berg af met iemand erbij. En dan moet je heel hard lopen. En dan hoop je maar dat het goed gaat. Dat er genoeg wind onder die, als het ware parachute komt. En dan, dan ga je 20 minuten eventjes alle kanten op. En dat vond ik fantastisch om dat mee te maken. Nou ja, en voor de rest hebben we het gewoon hartstikke leuk gehad. Lekkere hapjes, lekkere drankjes, leuke mensen ontmoet. En Wino's verjaardag nog hartstikke leuk gevierd. En daarbij... Ja, was het natuurlijk weer allemaal heerlijk. Prachtig mooi weer. En Jacob, de uitbater van Hotel Platser, die wil ik natuurlijk nog bij deze super bedanken voor alle gastvrijheid en de dingen die je weer voor ons geregeld hebt. Want dat was natuurlijk weer ongekend. Dus genieten, genieten, genieten in Gerloos. Wat ik wel even wil zeggen bij deze vlog is dat we het in een paar keer opsplitsen. Dus vanmiddag kunnen jullie kijken naar deze vlog, maar we komen van de week met het volgende gedeelte. En dat leid ik weer opnieuw in, zodat jullie precies weten wat ik allemaal gedaan heb en waar jullie aan toe zijn. En geniet er lekker van. Groetjes van Geer. Nou jongens, het is vandaag een prachtige dag. Ik ga de gondel in. Het is nu 11 uur. Ja, de meesten staan op de piste, maar ik wil het niet zo heel erg vlot en vroeg. Maar het is strak blauw, veel sneeuw. Ze dus willen al heerlijk aan het genieten. Helemaal top. Moest even kijken. Ik word hier toch zo blij van. En de zomer is natuurlijk ook prachtig, hè? Nou, we worden weer in de watten gelegd bij het Platser Hotel door Jacob. En ik heb altijd gezegd, als ik zou gaan emigreren, dan ga ik naar Oostenrijk. En daar blijf ik bij. Want het is hier zomers en winters fantastisch. En het bevalt me heel goed. Heb je al geskiet ook? Ja, geweldig. Vroeg, joh. We hebben alles al gedaan. Ja. Wat goed, hè? Het is toch lekker, hè? Ja, dit is toch niet normaal, hè? Nou, dit is een treffen, hè? Ja? Ja, gaan we? Voor mij gaat het heel goed. Ja. Nou, jongens, hier is wel vakantie. Ja. Ik heb er wel een kutplek tegenover jullie. Zit nee, waarom? Je kan op die bank zitten. Nee, ik ga een foto van je maken. Ja. Wees maar blij, Bert. Ik heb een Bert, hele... Ja, je kunt even hier aan de kant. Goeie foto, reportage van je. Maar ik ga straks liggen op die bank, dat weet jij nog niet, hè? Ja, dat is goed. Nee, maar ik ben toch een beetje de sukkel van de groep. Dus nou ja. Nee, ik ben heel blij met je nu even. Jij was bij mij nooit de sukkel als wij samen op vakantie gingen. Dan was ik altijd de sukkel. Ik heb alleen maar heel veel tassen gedragen. Ja, dat is waar. Ja, maar dat waren wel dingen die je van tevoren al wist. En anders zou er toch ook weer een moord lang gewacht. Anders zou er een moord voor doen, Bert. Waar gaan we heen? Ik loop even met Jan mee. We doen even een liedje van Jacob, even in de Chin Chin.
Dus weet je, dan zijn we overal het gezeiken, want het is de hele week al ga je wat zingen. Nou, wie doet dat dan? Wie zegt dat? Mijn vrienden. Mijn eigen vrienden. Nee, maar wij doen dit voor Jacob natuurlijk. Ja, dat was toch één. Het is, nou, daar heb je hem. Ja. Als je het over de duivel hebt. Hoe is het? Jacob, zouden wij een liedje mogen zingen van je? Goed, goed. Gaat ie goed, man, hè? Kom maar, doe wat drinken, een biertje. Gezellig. Hey! Tot zo! Gezellig! Gerard, zal ik jou eens wat laten zien? Hè? Nee, ik wil niet even kijken. Ik loop bij jou mee. Zit Lisa al in de vlog? Lisa wil niet in de vlog. Jawel. We gaan samen kijken. Kijk eens wie. Lisa zou ook maar gaan kijken. Hey! In de lift van de Chin Chin. Gerard, kijk dan. FC Volendam? Ja. Superleuk! Dat heb je wel goed gedaan. Hey, kijk, het is hier in de chat. Je moet jezelf aanmelden bij de DJ. Moet je zelf je microfoon pakken. Moet je zelf naar boven klimmen. Ik denk dat het al 5 jaar geleden is dat wij het sneeuw gingen prepareren. Kijk, elke ochtend voor de piste moeten de mensen gewoon een beetje het vries doen. Het is nu min 11. En ik ga even meerijden om te kijken hoe ze dat doen. Echt superleuk. Ja. Het is min 12. Goedemiddag, hè? Oh, het is wel koud. Min 12. En ik zit hier snel te prepareren voor alle zin ik het morgen. Oh. Het is toch super? Hoe klaar ben je? Enig met de kou van. Herzlich dank. Perfect. Super. Fast. Herzlich dank. Hoe is Jacob? Nou moeten we die aan, maar Jacob is aan die rode wijn, geloof ik. Oh. Ja, ben jij ik moet er uit, maar... Door. Hier lukken, ja. Deze? Ja, ja. Best, ja. Ah. Pas op, ja. Super. Ja. Herzlich dank. Vielen dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Super. Dankjewel. Aus. Ja, dat is toch super dit. Woe! Dankeschön! Top! Er ligt nog een dingetje, hè? Dat sneeuw omgooien met die schuiven. Super! Superleuk! Maar die gasten werken gewoon dag en nacht door, hè? Of morgen, maar het is min 12, tussen min 12 en min 14. Best koud, hoor. Ben je wakker? Nou, Jacob heeft ons net even keurig afgezet hier, Bert.
Oh ja, jij hebt gelopen met Joke. Kijk eens hoe fantastisch het er hier uitziet. Lig je lekker, Joke? Het is fantastisch hier. Lekker pootjes op tafel. Ja, niet zo mooi. Ik word hier altijd zo blij van. Die sneeuw ook, zo dik. Nou, als er iets goed is voor je ontspanning, dan is dit het wel. Net heerlijk even gezeten in het zonnetje. Nu doen we even een wandeling met Joke en Bert. En het is nog steeds prachtig mooi weer. Maar hoe? Maar die omgeving is niet normaal. Het is echt fantastisch dit, jongens. Ik word hier heel blij van. Jij ook, en Joke? Ja, super. Kijk die bomen, kijk die lucht even. Ja, geweldig. Ongekend beekje stroomt langs. Dat is toch een sprookje dit. We gaan paragliding, zo heet het toch, Jacob? Het precies, paraselen. Wij zijn in de afgelopen 2 jaar, gaan we nu voor de 4e keer naar boven. Omdat ze zijn heel streng met de windstanden hier. Als ze even denken beneden of een ander dal dat niet goed wind is, dan mag je niet naar beneden. Dus we hebben al een paar keer ook onder de riem vast doen. Kijk, hadden we hier bijna ongeluk, hoef je niet eens een lucht voor in. Dus we vinden het heel leuk dat het waarschijnlijk nu doorgaat. Ik vind het heel vroeg. Maar hoe laat is het? Kwart over 9. Nee, het is 9:50. Bijna 10. Voelt als 9:15, jezus. We zijn natuurlijk ook al, wij zijn al 3 keer, het is nu de 4e keer, het is 3 keer afgezet. We zijn er allemaal klaar mee. Ja, ja. Heb jij er ook zin in? Bang. Bang? Ja, een beetje angstig. En wat heb je vannacht ook over gedroomd? Ik heb er vannacht over gedroomd, ik ben wel 3 keer gestorst. Ik vind het dood en doodeng. Al die keren dat ik moest wachten had ik er geen last van. Maar nu, ik weet het niet omdat ik nu echt moet, want ik weet dat het doorgaat. Ik zie er zo tegenop. Oh. Vriendjes en vriendinnetjes. Nu zijn we echt zie je dat ook. Nu zijn we te oud voor de chips. Nou, ik heb mijn hele leven al een rugzak, maar ik heb er nou nog eentje bij. Ja. Vind je het spannend, Gerard? Nee. Ja, nou ja, het is natuurlijk toch weer een risico wat je neemt. Want zelfs het gepleur zo tegen een berg gaan, vind ik wel heel stoer doen met alles. Maar ik doe het wel. Bert is een beetje bang. Hè? Bert is een beetje bang. Ja, nou ja, dat snap ik ook wel. Maar ik niet. Dit is gelijk met mijn wilsbeschikking. Als het misgaat, dan krijgt Joker alles. Joker krijgt alles. Ja. Ja. Levensverzekering. Joke krijgt alles. Ja, dat is wel leuk. Ja. Oh. Hij lacht nog. Zullen wel zenuwen zijn, denk ik. Ja. Nou ja, het is gewoon angst. Nou, wie moest er geen angst hebben? Nee. Beetje zenuwachtig is goed. Dat maar moet slecht kunnen lopen hier. Ja, Bert had geen profiel onder zijn schoen, die liep er zo af. Die Bert. Zo, hè? Die Bert is het toiletje. Ja. Onderweg als je moet schrijven. Oh, dat komt vandaag voor mijn leen. Oh, wordt heel duur. Maar als we dan niet van de grond af komen, dan glijden we naar beneden hier. Dan gaan we een paar zeppies biertje drinken. Oh, dat is toch niks aan de hand.
Lopen. Zo tegen die paal. Oh nee, Jezus. Zijn we er klaar voor? Ja. Och, Jezus. Nou, dat gaat... Oeh. 3, 2, 1 en lopen, 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 lopen. Zit je goed? Top! Hahaha! Super! Ik moest zo lachen om die Bert. Hij gaf hem even, hij heeft hem nog goed opgeduwd ook, weet je wel? Ja. Top. Wauw. Nou, dit is toch fantastisch, jongens. Dankeschön! Dat was toch super! Dankjewel, man! Nou, vond je wat, Gerard? Ah, dat is toch fantastisch, man! Leuk, hè? Superleuk! Gewoon prachtig, maar met het weer. Ik moest zo lachen om die Bert, want hij deelde hem nog op. Je moet toch wind vangen. Ik denk, die vliegen zo tegen die skilift aan. Ja. Volgens mij scheelde het ook niet zoveel, hoor. Ik ga het eens vragen. Ja, maar het lijkt alleen maar zo, hoor. Hey, dankjewel, vriend. Super gedaan, dankjewel. Graag gedaan. Ook, maar wij hebben zo om jou gelachen. Hij gaf jou nog een deal, je moest nog door. Maar ik denk, die vliegers, ik dacht, is tegen die paal aan, ga je? Ja. En toen dacht ik tegen die draden van die lift. Het zat er dichtbij, hè? Ja, erg dichtbij. Maar gelijk, als je van de grond af bent, dan ben je eigenlijk je angst ook gelijk kwijt. Ja. Heel gek is dat. Dan wij. Zag jij dat hij eigenlijk, dat hij nog een zet in zijn rug kreeg van die man? Dat hij nog aakdol moest, dat hij zo, ik denk hij gaat tegen die gele paal aan. En toen over die, je kunt het zien op de film. Ik denk, jij gaat zo tegen die skilift. Vanaf ons gezicht zat hij er ook nog maar 10 meter boven. Dat is niet veel, hè? Nee. Het is goed afgelopen, Bert. Maar jullie waren 100 meter, jullie waren veel hoger dan ik. Want toen ik ging, stond er helemaal geen wind op mijn niks. En toen jullie gingen, toen stond er een beetje wind tegen. Ah. Dat zei hij net. Ja. Ja, het is niet wat warmer al, hè? Maar het was wel spannend, hè? Ja, leuk. Nou, het is Wino's verjaardag vandaag en we gaan even met Jacob. Dat is de uitbater van dit prachtige Hotel Platsen en de Chin Chin en nog vele andere dingen. En samen met wie is daar? Nou, het is hem hoor, in het geheel. Nou, de enige echte. We gaan nu, wat gaan we doen? We gaan even wat eten. Wat ben je, bruin geworden hier vandaag? Ja, zo liggen bakken? Nee, maar we gingen niet skiën, dus we zijn gaan zitten. Ja, omdat we geparen zijn. En we gaan nu naar het zusje toe van Jacob. En dan gaan we lekker gezellig in die stube. En dan kunnen we een beetje drinken en een beetje essen. En dan maken we daar een leuke avond van, ja? En zo heb ik dat in mijn hoofd gehad. Nou, het was wel weer feest. Ik wilde helemaal niet weg uit die Chin Chin. Ja, maar we moeten wel, hè? Nou, oh, wat het was één parade van testosteron wat er hing aan die bar. En ik werd er ongelooflijk vrolijk. Moet je kijken wat de rijden nog staat. Nou, we zijn nu in die zeestube. Daar gaan we nu heen. Het is Wino's verjaardag. Wino voelt zich niet zo lekker vandaag. Het is een beetje grieperig. Maar we gaan het toch doen. En we zijn met Maurice. DJ Maurice. We zijn met Glenn. We zijn met Jacob. We zijn met Joke. We zijn met Bert. Oh, we zijn met zoveel Leute. En het gaat om Wino. Ja. Dus, nou, gezellig. We zijn hier van de week geweest. We hebben lekker in het zonnetje gezeten. Het is nu min 10, zag ik net. Ja, een verrassing staat daar voor jou. Kijk maar. Een verrassing? Ja, eigenlijk voor Wino. Oh jee. Een verrassing. Ah, dat is toch schön. Wat een hartelijke welkom. Hallo lieve Jaad. Dank u wel. Hey, Hansie.
Die Gates, dat is steun, dankjewel. Gezellig. Zijn jullie klaar voor een shotje? Zijn jullie klaar voor een shotje? Lekker! Ik ben rond en alles in mijn kop lagen en is er iets pakken door. Ja! Shotje! Hebben jullie zin in een shotje? We zijn speciaal voor, hoe heet hij ook alweer? Wino, ja, Wino. Ja. Oh, we gaan vandaag shotjes drinken. Ik heb Buster gewoon Wino. Wino. Ja. Jij ook, Bert? Ja, er zit maar weer kut heel avond. Ja. Ja, ik ga alleen maar zeggen, mochten jullie denken van, hey, wat hartstikke leuk. Ik wil Gerard ook volgen via Twitter, Instagram, Instagram Story. Kan natuurlijk allemaal, of TikTok, of misschien wel Facebook of Twitter, dat kan allemaal. Bedankt voor het kijken.